Goedemorgen, ik ben op dit moment onderweg naar een onverslagen wereldkampioen. Spannend. Maar ik had even geen rekening mee gehouden dat het 's ochtends super druk is op de weg. Helemaal tot dit. Maar oké, ik heb mijn koffie en muziek, dus heb dus dat. Want ik had vanochtend natuurlijk weer haast. Kleine inschattingsfout. Daar heb ik nooit last van overigens. Daar niet van. Dus dat. Ja, ik ga met z'n allen lekker links remmen. Top. Maar ik moet dus 1,5 uur rijden en nu is het opeens 2 uur geworden. Zo irritant. Ja, en zoals jullie zien, sta ik links stil en de rest rijdt gewoon door. Dus daar gaan we even veranderingen brengen. Dus we gaan even aan die kant dadelijk invoegen. Ik ben dus nu onderweg naar een nieuwe vlog. En 2 minuten vertraging, ja. Ik sta al bijna 10 minuten stil, maar maakt niks uit. Ook aan als mensen iets over je zeggen ofzo, dat je dat echt irritant vindt of dat niet? Nee. Ik weet namelijk dat mensen altijd iets te zeggen hebben. Plichten ongedaan gemaakt of verwijderd. En dan weet je gewoon hoe sneu ze zijn eigenlijk. Goed, 3, alles of niks. Alles of niks. Alles of niks. Nou, vraag ik nog op diegene die mij daar neer weet te zetten om te beuken. Ja, dan ga ik dan. Deze heeft over het titel terugpakken en mij terug willen pakken en willen verslaan. Dus dat wil ik me altijd graag zien. Waar wil het tijd voor? Zo snel mogelijk. Bad nieuws, dit is bad nieuws. Ja, die highkicks kunnen raar landen. Nummer 1 worden raar gekanteld. Lijpen komen, zorg dat je wankelt. Ben je boos, dat zijn jouw zaken. Kan op je ogen en kaak raken. Elke vechter wordt de same geleerd. Never fuck die feiten, dit is same leer. Blijven winnen, neef, keer op keer. Ze zien bad nieuws en ze willen meer. Breng je beste vechter en hij wordt gesteund. Hij krijgt headshots, maar dan zonder gun. Met groenten en tonijn maken. Dit is mijn middageten. Eet je dat altijd? Ja. Zo na de wedstrijd. Één keer per dag. En na avond moet ik ook rijst met groenten en vis. Vind je het niet saai om altijd hetzelfde te eten? Ja, altijd is een groot woord. Even voor een wedstrijd een paar weken. Het is wel saai, maar je weet waarvoor je doet. En na die 2 weken kan het weer anders. Wat is je favoriete gerecht? Van mijn schema of gewoon? Gewoon eten. Gewoon eten. Buitenlands eten. Van Curaçao. Dus daar heb je echt moeite mee om te laten liggen? Als ik dat zie, dan kan ik er niet van afblijven. Dat moet 2 weken voor mijn wedstrijd niet in mijn beeld komen. Hier draaien. Merk je nu dat je er anders tegenaan kijkt omdat je zeg maar als wereldkampioen nou of je met de wereldtitel nou vecht? Niet anders, maar ik heb wel heel erg dat ik met mijn onverslaagbare streak zit. Dat vind ik wel extra spannend, maar ik kijk er niet anders tegenaan. Ik ga gewoon alles er weer aan doen om het toernooi te winnen. Merk je dat je druk daarom, dat je de druk voor jezelf anders legt? Ik heb heel vaak gezegd van niet, maar toch denk ik wel dat het meespeelt in de wedstrijd zelf.
Ik ben toch heel erg met winnen en verliezen bezig. En eigenlijk moet je dat helemaal loslaten en gewoon gaan en kijken hoe het eindigt. Ja. Maar ik ben toch te veel met winnen en verliezen bezig. Tegen wie zou je het liefst vechten in een toernooi? Ja, dat maakt me eigenlijk niet heel veel uit. Ik wil tegen iedereen wel willen vechten, maar... Ja, als ik kan deze heeft of het titel terugpakken en mij terug willen pakken en willen verslaan. Dus dat wil ik me altijd graag zien. En want dat gaat dus echt niet gebeuren. En ja, Superbon. Heel veel mensen zeggen dat ik geluk had vorig jaar. Dus dit laat me opnieuw komen. Dan ga ik tegen dit bewijs dat het geen geluk was. Vind je nog inderdaad dat mensen in twijfel trekken of de onderdog zien, terwijl dat eigenlijk gewoon totaal niet het geval is? Ja, dat gebeurt nog steeds wel heel veel. Inderdaad, word je onderdog. Dat zou je denken dat het weg zou moeten zijn, maar dat is nog steeds zo. Je houdt het natuurlijk altijd. Er zijn mensen die het geluk noemen dat ik vorig jaar toernooi won. Maar drie keer vechten en tegen zulke namen geluk valt daar helemaal bij weg, vind ik zo. Hoe was jij als kleine jongen? Heel klein of hoe ver gaan we nu terug? Begin was ik, moet ik altijd aanhoren van mijn zussen. Begin was ik heel klein en mollig. Ja. Dus met de tijd natuurlijk wel zakken. Wat druk, soms vervelend. Dus ik vind jou een rustig persoon, zo kom je ook over. Je praat nooit veel, het is altijd met respect ook wel. Ja. Niet zo van de toren bladen. Maar in de ring laat je natuurlijk heel wat anders zien. Ja, hoor ik van veel mensen. Het is gewoon heel rustig. Kan je het terugvinden of is het gewoon dat je denkt van ja, mensen kennen me eigenlijk helemaal niet? Ook een beetje. Oh, maar niet qua van kijk mij, maar meer van ik hou wel van gekkigheid en druk. Maar het komt ook denk ik een beetje omdat ik heb tegen veel jongens gestaan die wel een grote mond hebben. En wel zeggen van ja, wie is Andy en wat breng je me nu? Die jongen gaat me niks doen en bla bla. En uiteindelijk gaan ze neer of verliezen ze. Dus zo heb ik ook wel een beetje tegen mezelf gezegd van ik wil zelf niet zo overkomen. Ja, zeg voor ik doe wel als een hele grote jongen en ik ga slapen, ga ik met hetzelfde leuk doen. Oké, wij zijn nu bij de game hall.
Jij moet zo lesgeven? Ja. Dadelijk? Aan de jeugd. Ja. Wie had er echt gewonnen? Je hebt de meeste gewonnen, helaas. Wel? Ja. Ik denk het wel in totaal. Ik denk een beetje gelijk op. Ja, dat zou ook. Dat, ja, dat denk ik wel. Ja. Ik was wel iets sneller. Je was wel snel, ja. Dat had je niet verwacht, hè? Nee, onderschat. Dat moet je doen. Nooit onderschatten, hier heb je het al. Oké, als je geen kickboxer was geweest, wat had je dan gedaan? Denk je? Ik denk dat ik nog voetbal zou zitten. Voetballer? Ja. Jij hebt gekozen om kickboxer te zijn. Dus op een gegeven moment heb je de wedstrijdvoorbereidingen. Dan kun je, ja, anders dan andere jongens, niet uitgaan en dat soort dingen. Ja. Heb je ook het idee dat je dat hebt gemist of dat niet? Nee, want sowieso doe ik mezelf niet heel veel uitgaan. Ik ben niet helemaal die oude weekend uit. Ik heb er geen trek in. Maar zo af en toe uit, dat doe ik nog steeds. Dat kan gewoon. Als er geen plek in de wedstrijd is staan, dan of net een wedstrijd heb gehad, dan gaan we wel eens kist op. Oké. Wat is denk je tot nu toe jouw zwaarste wedstrijd geweest? Voor jezelf? Denk ik Superbowl. Die was toch wel moeilijk te raken en dat is slim, dat is technisch goed. Mentaal was ik Watson, was ik heel erg afwezig. Dus mentaal was Watson het zwaarste woordje. Had dat ook een speciale reden of was dat gewoon? Ja, natuurlijk. Ik was al met mijn hoofd bij het toernooi. Het was de eerste keer dat ik dat toernooi misschien zou gaan vechten. Dus ik moest van Watson winnen eerst. Ja, ik was er al mee bezig, toen nooit wie erin zaten tegen wie ik dan zou komen als ik nu zou winnen. Maar ik moest nog winnen, dus dat was ook van geleerd dat je hebt om te kijken. Echt, ja. Anders gaat het verkeerd. Het was een partij, of tenminste als je nu denkt, dat je denkt van ja, die partij keek ik echt uit om te vechten. Of is er nog een partij waar je echt uitkijkt om naar te vechten? Waar ik naar uit heb gekeken, dat zijn eigenlijk al die namen waar ik nu tegen gevoegd heb. Dat zijn echt die jongens die een beetje bekend zijn, Superbowl. Kijk, is natuurlijk Typhoon. Daar kan ik niet op wachten. Dus Typhoon, die wil je nog wel echt. Ja. Als je op de ring kijkt, en dat heb ik bijna iedereen wel gehaald. Ik gaf van de tweede en derde op de rook naar de zevende allemaal verslagen. Dus dat. Ja, alleen de nummer 1 op de 72. Ik ben nu inmiddels de nummer 1 op 75 geworden. Dus wie weet ook op de 72. Ja, dus en wanneer kunnen we die denk je verwachten? Binnen nu en sowieso voor volgend jaar, want anders hou ik het niet. Nee, dan gaan we zelf een Sion Jim. Ja, ga ik nog maar. Wij willen Typhoon. Zo snel mogelijk. En als er iets is dat mensen zeg maar niet van jou eten, wat zou dat dan denk je zijn? Of wat ze misschien jouw verkeerd niet van jou verwachten? Of wat zijn nog de doelen die jullie willen behalen?
Oeh, dat moeten we wel even gaan bekijken. Want dat is eerst de wereldtitel. Ja, ik kan het je nou al zeggen. De 72 hadden we een wereldtitel. Ja. Die moeten er nog bij. Dus daar, dan is het volgende doel. Ja. Na het toernooi gaan we daarop focussen. Dan gaan we ons daarop focussen, ja. Zeker weten. De training is afgelopen. Yes. Wij kunnen een beetje je trainingen volgen, want we hebben afgesproken, of dat zeg ik nu, eigenlijk meld ik het nu, dat hij meer zijn trainingen op Insta en zo gaat zetten. Ja, je kan trainingen stukjes volgen op Bad News Andy Insta en Bad News Andy ook op Snapchat, dus hou hem in de gaten.